totaal 7 miljoen vluchtelingen in de wereld. En die willen allemaal naar een betere plaats. En dus zal dat niet gemakkelijk zijn. Want tegen wie zeg je ja en tegen wie zeg je nee? Iedereen wil op het beste plekje wonen, maar we zijn een beetje egoïstisch. Waarom zou je iemand het advies geven of iemand aanraden om zijn tentje of haar tentje te doneren aan een Calais-vluchteling? Voor goede karma. Schweigeminute Treiskirchen auf iTunes hochgeladen. So klingt er. Het nummer van de Oostenrijker Raoul Haspel wordt veel gedownload. Al is er niets, maar dan ook echt niets op te horen. Het is zijn manier om zijn ongenoegen over de aanpak van de vluchtelingencrisis te uiten. Ik ben niet gelukkig damit, wie es den Menschen dort in diesem Lager geht. Es geht einfach nicht, dass dort Kinder im Freien zur Welt kommen müssen. Dass Leute bei diesem Wetter jetzt draußen auf einer nassen Isomatte schlafen müssen. Das ist einfach untragbar. De opbrengst gaat naar hulp voor de vluchtelingen in het opvangcentrum van Treiskirchen. In een park in Anderlecht hebben twee leerkrachten de handen uit de mouwen gestoken om kinderen van Syrische vluchtelingen te helpen. Ze geven hen Franse les in een geïmproviseerde klas in open lucht. De meeste kinderen zijn door de oorlog in hun land amper naar school geweest. On a rencontré une 150-200 réfugiés syriens qui étaient présents dans le parc. De twee vatten de koe bij de horens en richten een noodklas in, twee weken lang in open lucht. De meeste kinderen zijn nog niet naar school geweest. Ze bleken heel gemotiveerd. Een uur voor de les begint zijn ze er al. C'est bien les cours? Ouais. Comment s'appelle madame? Madame Juliette. Tu l'aimes bien? Ouais. De leerkrachten en de kinderen doen wat ze kunnen tijdens de twee weken. Tegen 1 september willen ze hen inschrijven in een echte school.